Die zijn wel degelijk aangetoond. Nathelson heeft aangetoond dat 25% van de ME-patiënten verhoogde witte bloedcellen hebben in hun lumbaalvocht, in hun ruggenmergvocht. Ook zijn er op autopsieën corpora amylacea aangetoond. Dat is een soort ontstekingsinfiltraat. Dat is maar bij enkele mensen gevonden natuurlijk. En verder hebben we nog andere zaken. Op de radiografie zijn er afwijking getoond aan de dorsale hoornen, aan het ruggenmerg. En er zijn ook een verlaagde grijze stof gevonden. Dus op de MRI van de hersenen ziet men dat de grijze stof verminderd is. Ik denk niet dat je ME kan voorkomen door gezond te leven. Ik denk dat een aantal andere factoren buiten uw wil bepalen of je al dan niet ME krijgt. Wel, inspanningsintolerantie manifesteert zich voornamelijk na de inspanning. En het is best om twee maximale inspanningsproeven te doen met 24 uur tussen. En bij normale mensen zal er geen vermindering zijn in arbeidscapaciteit na 24 uur. Bij ME-patiënten is dat gemiddeld 22% verminderd na 24 uur. PEM staat voor post-exertional malaise en dat is onwel voelen na een behoorlijke inspanning of zelfs een lichte inspanning voor mensen die ernstig ziek zijn. En dat is uiteindelijk een gevolg van een ontregeling van vele lichaamssystemen. Het sympathisch zenuwstelsel, hormonen die geregeld worden vanuit de hersenen, vrijstelling van allerlei substanties die we nodig hebben als voeding, bijvoorbeeld glucose. Er zijn heel wat zaken ontregeld in het lichaam. En het is logisch dat een stress zoals inspanning, dat die bij dergelijke patiënten meer gevolgen kan hebben. POTS is al lang geleden ontdekt in relatie tot ME-CVS. Het is een groep van Hopkins die dat destijds beschreven heeft. Het is ook een aandoening die verschillende oorzaken heeft, maar volgens mij spelen een aantal stoffen die de bloedvaten, de grote bloedvaten, uitzetten, zoals waterstofsulfide, zoals NO, een grote rol in deze aandoening. Dat wil zeggen, wanneer de grote bloedvaten uitgezet zijn, dan is er relatief minder vocht aanwezig. En gaat men uiteindelijk bij terechtkomen problemen hebben. Ook de kleine bloedvaten zullen dan dichttrekken. En uiteindelijk zullen een aantal organen, zoals de spieren, die zullen slechter doorbloed zijn. Maar het is eigenlijk een complexe aandoening waar ook het zenuwstelsel in betrokken is. Waar uiteindelijk een aantal abnormale reacties ontstaan als gevolg van een, wat we noemen een verborgen inflammatoire proces, ontstekingsproces. Wel, de relatie is dat de hersendoorbloeding verstoord is als gevolg van de onderliggende mechanismen van de aandoening. En dat de hersendoorbloeding dus beter is bij het neerliggen dan bij het rechtzitten of het rechtstaan. Er zijn vooraf bestaande problemen, maar die zijn algemeen in de bevolking ook aanwezig. En ik denk dus niet dat die de belangrijkste oorzaak vormen van de ME. Maar er zijn heel wat problemen die ontstaan later in de ziekte als gevolg van een slecht functionerend immuunsysteem. Een immuunsysteem dat bepaalt wat er in de darm gebeurt. Als dusdanig is een verzwakking van de bloed-hersenbarrière nog niet bewezen, maar we vermoeden wel zeer sterk dat dat aanwezig is. En bij de aandoening zijn er talrijke factoren aanwezig die zo'n verzwakking kunnen uitlokken.
Wel, ik zie dit niet direct als een oorzaak van ME, maar een gevolg. Dat wil zeggen dat men stressgevoeliger wordt. Er zijn allerlei hormonale en zenuwstelselveranderingen die ME-patiënten gevoeliger maken voor stress. En die uiteindelijk een groter gevolg dan normaal induceren, waardoor men eigenlijk minder weerbaar wordt en gaat proberen stresssituaties te vermijden. ME-patiënten zijn heel gevoelig voor chronische infecties, omdat er uiteindelijk een verandering is in het immuunsysteem en voornamelijk in de latere fase van de ziekte is de TH1-immuniteit verminderd, minder goed aanwezig, is minder sterk. En we zien ook dat de natural killer cell activiteit vermindert en dat er B- en T-cel dysfuncties zijn, dat die niet normaal functioneren. En is het eigenlijk maar normaal dat een aantal infecties, zoals intracellulaire infecties, schimmelinfecties en ook virussen die latent aanwezig zijn in ons lichaam, dat die gaan reactiveren. Veel ME-patiënten worden dus uiteindelijk of voelen zich slecht wanneer ze overmatig veel geluid hebben of licht of wanneer het te druk wordt rond hen. En dat is een gevolg van een aantal neurotoxische stoffen die aanwezig zijn in het lichaam. Dus je kan aan je familie uitleggen dat je eigen lichaam eigenlijk vergiftigd is en je hersenen eigenlijk overbelast zijn met een aantal neurotoxische stoffen. Wel, een lage bloedsuikerspiegel komt vaak voor bij ME-patiënten. En dat is een gevolg van het feit dat suiker meer verbruikt wordt, dus sneller verbruikt wordt, omdat er een verschuiving is naar wat we noemen het anaerobe metabolisme. En anderzijds zijn die mechanismen die nodig zijn om suikers vrij te zetten, eens dat de suikerspiegel begint te dalen, werken die niet goed. Er zijn een aantal hormonale systemen die eigenlijk gedeeltelijk uitgevallen zijn en die moeten zorgen om de suikerspiegel hoog te houden. En ten derde weten we dat er bij een subgroep van patiënten te veel insuline wordt geproduceerd, waardoor er meer suiker uit de bloedbaan naar de cellen wordt opgenomen. Heeft u een vraag naar aanleiding van deze video? Reageer op YouTube of stuur een tweet of mail naar vraag@wetenschapvoorpatienten.nl. De beste vragen worden in een volgende video behandeld.